Good. Hi allemaal, daar zijn we weer. Vandaag heb ik twee geweldige gasten in de Zoom-ruimte, zal ik zeggen, voor dit keer. Want elke keer wil ik zeggen studio en dan blijkt het dat het geen studio is. Nog niet, het komt eraan. Maar goed, vandaag heb ik met mij Evelien en de prachtige dochter Beyoncé. Beyoncé doet de naam eer aan, want ze is niet gewoon Beyoncé. She's a make-up artist. Get into it. Dit is weer een nieuwe serie voor een nieuwe aflevering voor de serie Sumanami. Zoals jullie net weten, degene die al lang de serie volgen, die weten waar het over gaat. Degene die nu pas gaat kijken. Het is als onderdeel van het project waarmee ik ben gestart. En dat is Rediscovering My Roots. En het gaat erom dat wij als Afro-Surinamers uiteindelijk een platform moeten gaan creëren voor onszelf. Waarbij alles dat al is uitgezocht, alles dat al is vastgelegd, op één plek te vinden is. Maar vooral ook alles dat nog vastgelegd moet worden. En dan vooral voor de nieuwe generatie. Daarom ben ik blij dat ik Beyoncé en de moeder Evelien heb. Want dit is duidelijk een voorbeeld van een oudere generatie en een jonge generatie. Omdat we bij het vastleggen van ons cultureel erfgoed altijd de stem van de jonge generatie erbij moeten halen. Dus Beyoncé, nogmaals een speciale welkom aan jou. Ik ben trots. Erg blij. Ik vind het fantastisch. En we gaan beginnen. Wacht. Voordat ik begin. Kijk naar Evelien de Anissa. Girl, represent. Dankjewel. Dankjewel. Is het Kate-model? Kate-model? Is het een lekker? Ja, dit moet. Het is een vee, dat toch? Yes, it is. So let's get into it. Vertel, wie zijn jullie? Je naam, wat jullie doen in het dagelijks leven, van welke familie jullie zijn. En dan gaan we verder met onze vragen. Goedemiddag, mijn naam is Beyoncé. Ik ben 19 jaar. Ik zit op school. Ik doe allround schoonheidsspecialist en ik zit in mijn laatste leerjaar. Mijn hobby's zijn bezig zijn met make-up, Netflixen en heel veel winkelen. Het liefst ook make-up. Vandaag heb ik eyeliner op, lippenstift en lipliner. En een beetje concealer. En voor de rest werk ik ook als bijbaantje bij de Lidl, kassamedewerker. En hierna wil ik nog een visagistenopleiding doen. En dat is een beetje mijn carrière tot nu toe. Ik wil een eigen make-uplijn later, dus daar droom ik nog van. Geweldig! Een man van. Evie was like, oh! Ik kon die mensen vliegen. Dat is een vliegen. Vertel, Evie. Ik ben Eveline. Mijn achternaam is Watson. Ik ben in het dagelijks leven operatieassistent. Heb ik hier in Nederland gevolgd. En in Suriname heb ik de opleiding tot verpleegkundige gedaan. Dus ja, daar is het begonnen. En nu zit ik hier. Geweldig. Nou, ons onderwerp is Afro-Surinaams zijn. Right? Sumanami. Ik denk ik ga beginnen met de moeder. En dan wil ik van Evelien vragen. Evelien, wat betekent het voor jou om een Afro-Surinaamse vrouw te zijn. En dan in Europa. Zo, het betekent heel veel, Rachel. Want wat ik in Suriname heb meegekregen om sterk te zijn, om heel veel dingen aan te pakken en door te gaan, heb ik heel veel aan hier in Europa. Want Europa, nou wat trang alibi. Die mensen zeggen van, het is fijn om hier te zijn. Het is zeker fijn, je hebt voordelen. Maar je moet sterk in je schoenen staan. Want als je dat niet bent, je vader ligt gewoon blok. Aha. Vertel, wat zijn de dingen die jou grounded houden? Die ervoor zorgen dat je je staande kan houden in die maatschappij? Nou, een beetje doorzettingsvermogen. Doorzetten en weten dat je het kan. En dat moet je doen ook. Je moet laten zien dat je het kan en dat je het doet. Dat is belangrijk hier. Je hebt je papieren, laat zien, zeg van, hey, ik heb het niet van niks gehaald. Ik kan het ook en ik doe het. Ja. En dat is belangrijk hier.
En als je kijkt naar je opvoeding als Afro-Surinaamse, als Afro-Surinaams meisje, wat heb je specifiek vanuit die cultuur meegekregen? Meisje, mijn moeder was een strenge vrouw. Mijn moeder was streng. Je kon niet bij de pakken neerzitten. Tegen de tijd dat je moet nadenken, zeg van, hey, moet dwingen of niet dwingen, moest je al lang hebben, moest je al lang een keuze hebben gemaakt. Zeg van, ik ga doen. Dat was mijn moeder. Niet te lang nadenken, niet te lang stilzitten. Go for it. No nonsense. En dat heb ik meegenomen. No nonsense. Ja, ja. En is er iets anders vanuit je opvoeding dat typisch Afro-Surinaams of typisch Creools, laat ons dat zo zeggen, wat de Surinaams. Typisch Creools. Ja, wat moet ik zeggen, typisch Creools? Gewoon alles eten. Dat is typisch Creools. Alles eten. Wat de pot schaft, dat eet je. Je kan niet zeggen, ik eet het niet. Alles eten. Ik ken dat. Ja, dat is typisch Creools. Je kan niet aangeven, ik lust dit niet. Of eigenlijk. En dat ding met deuren slaan en puber en dat soort dingen. Dat ken ik niet. Puber heb ik hier geleerd, dat woord. Ik zei altijd tegen die meisjes, puber, nog nooit van het woord gehoord. Nog nooit. Nog nooit. Of niet? Ik ken dat. Ik heb het woord hier in Europa geleerd. Uh-huh. Dat is typisch Creools. Puber bestaat niet. Het is volwassenen en kinderen. Niks ertussen. Ja. En cultuurfassie. Welke cultuurdingen heb je meegekregen van huis uit? Oh. Maar ook van jou heb ik dingen geleerd. Ja, moet ik goed nadenken aan cultuur, Sani. Want die weer niet veda komt. Dus dat wat ik... Meisje, niet weer niet veda, want ik dacht, ik woon in Europa, dus niet weer niet net een hemd. Maar niet weer niet Anissa, want die mensen van vroeger altijd hebben tap de ede. Juist. Je kan zeggen wat je wil, alle foto's wat je ziet. Als ze naar de markt gingen, waar ze ook gingen, dochter... De weer de Chibroko Anissa. Dus ik dacht, me weer niet Anissa toe. Oh, het is een stukje respect ook, hè, van ze. Ja. Dat was een waardigheid. Ja, inderdaad. En ik zit na te denken, ik iets cultuur. Ja, help me een beetje. Wat voor cultuur. Denk na, dan ga ik Beyoncé vragen om me te vertellen. Want Beyoncé... is in het Westen, in die hele westerse cultuur geboren en opgevoed en opgegroeid. Beyoncé, wat betekent het voor je? Of ben je je goed bewust van je Afro-Surinaams zijn? Betekent het wat voor jou? Vertel. Als ik heel eerlijk ben, heb ik er niet heel veel kennis over. Ik ben er ook niet echt dagelijks mee bezig. Maar bijvoorbeeld met de Black Lives Matter dingen, dan ga je wel zeg maar op onderzoek uit en... kom je wel dingen te weten die je eigenlijk helemaal nooit op school hebt geleerd of hebt gehoord. Ja, inderdaad. Heb je een voorbeeld van zoiets dat je hebt kunnen... Want die Black Lives Matter movement heeft echt heel veel bewustzijn naar boven gebracht. Hè? Heb je een voorbeeld? Wat bijvoorbeeld? Wat pas geleden naar boven is gekomen, is dat Devane Holwijn, dat is een influencer, die is naar Ghana geweest en naar een plek geweest waar slaven gevangenen werden gehouden. En dat liedje Ine Mine Mutte, dat kent u vast wel, dat is een liedje eigenlijk uit de slaventijd. En daar zongen ze dus welke vrouw die dag werd verkracht. En dat is hier gewoon eigenlijk een heel... onschuldig kinderliedje, terwijl eigenlijk de achterliggende gedachte niet wordt verteld ervan. Dus het zijn gewoon de hele kleine dingen die wij niet weten wat voor ons normaal is. Ja, en zie je, dat is het nou net. Het lied Ine Mine Mutte is ook een lied dat heel erg bekend is binnen onze Afro-Surinaamse cultuur. Als klein kind leer je het zingen, je leert het spelen. Spelenderwijs zeg je Ine Mine Mutte, 10 pond butter, 10 pond kaas. Ine Mine Mutte is de baas, toch? Ja, precies. Maar als je niet bent opgevoed vanuit het Afro-Surinaams zijn... dan heb je geen idee wat het eigenlijk betekent, waar het eigenlijk om gaat. Dus dit lied heeft je een beetje nieuwsgierig gemaakt. En als je naar jezelf kijkt nu, met deze bewustwording, wat zou je nog meer willen weten? Wat denk jij dat belangrijk is voor jezelf om nog meer te kunnen weten? Mm.
Misschien het stukje geschiedenis van Afrika, dat trekt me wel. De slavernij, maar ook de koloniën en dat soort dingetjes. Want het komt niet zomaar ergens vandaan dat bijvoorbeeld in Afrika heel veel Portugees wordt gesproken of Engelse mensen daar wonen. Ja, dat is echt waar. En als je nagaat, je zegt die geschiedenis van Afrika trekt je aan, wat ik mooi vind. Hoe zou je dat dan willen plaatsen in jouw Surinaamse achtergrond ook? Hoe denk jij dat het zich in Suriname verder heeft of hoe denk je het te kunnen linken met je Surinaam zijn? Ja, kijken waar al die slaven naartoe zijn gegaan. Uiteindelijk zijn de slaven naar Suriname vervoerd. Dus ik denk dat bij elkaar hoort. Ja, precies, inderdaad. Ja. Weet je, ik vroeg me af, hoe is het om eigenlijk een zwak meisje te zijn in Nederland? Hoe heb je het ervaren? Ik gebruik dat woord zwak vandaag hoor, maar in dit geval zeg ik het omdat ik weet dat voor jullie in Nederland het zwart zijn echt een bewustzijn. Zwart. Dus ja. Hoe heb je het ervaren? Hoe is het? Vertel. Als bijvoorbeeld kinderen van Suriname nu naar jou luisteren en willen weten hoe het is om een zwart meisje te zijn in Nederland. Wat is jouw ervaring? Ik heb niet echt nare momenten gehad, ook niet op school of zo. Maar bijvoorbeeld wel als er dan Kitty Kotti is, dan word je wel eventjes twee keer aangekeken van wat heb jij aan? Of gewoon bepaalde dingetjes dat ze vragen stellen. Ja, maar Fiancé is het niet echt, heeft nooit echt op een hele witte school gezeten. Het was altijd een gemengde school. Dus dat scheelt ook. Ja, heb je dat bewust gedaan, Evie, om de... Nee, niet bewust. Eerste week waar we woonden was een gemengde week. En toen we zijn verhuisd, waar we nu wonen, is echt een witte week. En daar hebben we wel de klappen ondervonden van zwart zijn. Oh, zo. Want, nou, bij ons is dat, ik zeg maar, was volgens mij groep 3 of groep 4. En dan had alle goede cijfers prima gedaan. En aan het eind van het schooljaar zegt de juf mee, het is beter als bij ons de groep overdoet. Zeg op grond waarvan? Ja, echt op grond waarvan. Zegt ze, ja, ze is nog een jonge leerling en dat kan ze beter overnieuw doen voor de herhaling. Zeg maar, als ze meegaat, goede cijfers, dan is het niet nodig. Nee hoor, ze bleef maar volhouden. Toen ging ik naar de directrice. Ik zeg, weet je wat er speelt hier? Zeg, mijn kind moet van jou juf de groep overdoen. Hals over kop, overleg gepleegd. Nog steeds. Toen ben ik gewoon terug naar de oude school gegaan. Een gemengde school. Mm-hmm. Dus ja, zo gaat het hier. Dus ik heb het wel ondervonden. Maar Beyoncé was nog klein, was groep 4. Dus toen was ze in Suriname tweede klas. Ja, precies. Dus daar is ze zich nog niet echt van bewust, hè? Nee. Want toen ging ze terug naar de gemengde school. En nu, middelbare school was ook gemengd. En waar ze nu zit, is ook een grote gemengde school. Ja. Dus alleen bij hoogtijdagen, dan merken ze zich van, hey, ze gaat wat vieren of er gebeurt wat. Dan stellen ze wel vragen. Ja. Beyoncé, hoe bewust ben je van jezelf als persoon? Wat betekent het voor jou om een zwarte Nederlandse te zijn? Welke inspiratie heb je daarbij? Heb je rolmodellen in Nederland? Bedoelt u echt een voorbeeld, een persoon? Ja. Sommigen zien zichzelf als voorbeeld. Maar ik probeer gewoon te begrijpen hoe jij jezelf ziet als persoon. Is het voor jou belangrijk om je bewust te zijn van je huidskleur? Ervaar je je huidskleur soms als een obstakel om te zijn wie je wil zijn? Heb je rolmodellen in je nabije omgeving, maar ook in die gemeenschap zelf? Want ik vind mooi hoe je hebt verteld over je carrièreplannen. En ik hou van die zelfverzekerdheid die je hebt. Maar ik ben daar nieuwsgierig naar. Hoe kijk je naar jezelf als persoon? Ik denk gewoon dat als je zeg maar een beetje anders eruit ziet dan door normale blanke Nederlander, om het zo te zeggen, blauwe ogen en blond haar, slank,
Dat je jezelf niet daarop moet afkraken dat je anders bent, denk ik. En dat het je soort van uniek maakt. Maar het is ook wel weer lastig. Want de blanke mensen zullen zich altijd 1-0 voorvoelen, zeg maar. Ja. Dus ik denk dat je je niet daardoor moet laten beïnvloeden. En mijn rolmodel is denk ik mijn moeder. Die inspireert me wel. Maar ook bijvoorbeeld artiesten en make-up artiesten. Dan praat ik echt over de donkere mensen. En ook gewoon een beetje de niet bekende mensen. Dus Nikki Tutorial ook wel. Maar ook bijvoorbeeld Instagram influencers. Die vind ik ook wel heel erg inspirerend. Want ze delen heel veel dingen. En ook hun eigen ervaringen. Hoe ja. hun bepaalde momenten hebben meegemaakt in hun carrière. Heb je een voorbeeld van zo'n influencer die echt jouw inspiratie is? Vonneke Bonneke onder andere. Zij is een fijner, maar ook een influencer. Een fijner is iemand die een beetje grapjes maakt, dat soort filmpjes. Maar ze maakt ook hele serieuze filmpjes. Hoe ze bijvoorbeeld naar Frankrijk is geweest en iets heeft meegemaakt. Wie dan? Vonneke Bonneke. Oh, Vonneke Bonneke. Dus het is verschillend wie me inspireert. Maar ook bijvoorbeeld in Frankrijk zie je dan ook wel bijvoorbeeld influencers of Anna Nushing. Ik weet niet of u haar kent. Nee, ken ik niet. Maar vertel, ik ben erg nieuwsgierig. Anna Nushing is een vluchteling geweest. Zij is gevlucht met haar moeder en vader, als ik het goed heb, naar Nederland. Ze had niks en uiteindelijk is ze nu best wel een bekend persoon in Nederland. Ze is model, presentatrice, ambassadeur. En zij is ook heel erg bezig met Black Lives Matter. Zoals Tabitha, die kent u misschien wel. Dat is een zangeres. Ja, ken ik. Zij staat ook voor feminisme. Ja. Dus eigenlijk als je naar de manier kijkt waarop die zwarte bewustzijn of bewustzijn van jouw persoon als donkere persoon in Europa, is het best een beetje anders dan hoe wij het hebben ervaren, hè, Evie, in onze jeugd. Vertel over jouw jeugd, Evie. Hoe heb jij je Creool zijn ervaren in Suriname? En had je het vertellen? Nou, ik moet zeggen, in Suriname heb je niet zoveel verschil tussen bevolkingsgroepen. Nu hoor ik meer dan vroeger, hè. Vroeger waren we gewoon buren van elkaar, maakt niet uit van welke ras je was. En mijn jeugd in Suriname was top. Ik woonde in Paramaribo en dan ging ik op vakantie. Ik ging naar Paradijs. Want moet je luisteren, mijn moeder had 4 kinderen. We dronken daar zo zuurwater of water. Ja. Ging ik naar Para. Maar mijn oma had een bar. Daar dronk ik Fernandes. Ja. Ik kon gewoon drinken wat ik wilde en altijd Fernandes. Ja. En we speelden popje pad. We konden dingen nemen. We konden gaan koken. Het was top. Ik ging daar 6 weken. Altijd in de vakantie 6 weken lang. Dan kon mijn moeder de dingen in de stad doen. En dan gingen wij naar oma. Het was top, zeg ik je. Ik heb een topjeugd gehad. Wat zeg je? Als je moet kijken naar rolmodellen dan. Voor jou. Mijn rolmodel was sowieso mijn moeder. En daarna oma's, tantes. Ik heb tantes hier in Nederland. Ook rolmodellen. Maar nadien ging ik de verpleging in. En toen mocht ik naar zo'n... een community club heb ik ook ingezeten. Uh-huh. En zo naar conferenties. Dan leer je ook andere dingen. Je gaat naar andere landen. En dan zie je ze van, we hebben best wel veel gemeen met elkaar. Weet je, als je naar die eilanden gaat. Je leert andere mensen kennen dan Surinamers. Dan hoor je van, het doet je goed als je zo'n community club zit. Juist. Hoeveel van je opvoeding heb je meegenomen in jouw eigen opvoeding van je meisjes? Wat heb ik? Beyoncé lacht. Wat zei je? Beyoncé, waarom lach je? Omdat als oma, mijn moeder hier komt,
dan zie ik soms dingen die mama tegen mij zegt, dat oma dat ook tegen mij zegt. Dus dan zie ik ook dat mama heel veel dingen heeft meegenomen, zeg maar. En het is wel leuk om te zien, hoor. Ja, maar dat gaat gewoon van generatie op generatie. Ik heb de goede dingen meegenomen. Maar dan zegt ze wel dat haar eigen moeder heel streng is. Terwijl in mijn ogen is ze echt niet streng. Ze is zelf milder dan mama. Dus. Maar mijn moeder is ouder geworden. Mijn moeder is nu 77. Alles, want toen strippie. Je kan zeggen wat je wil. Ja, toch? Wanneer de kleinkinderen komen, de last is strippie. Ja, want vroeger, ik zat zelfs in Majorette, hè. Stel je voor, je gaat naar Majorette, je zet geen make-up. Mind you. Kan dat? Nee, toch? Oh, en je mag geen make-up zetten? Nee, mijn moeder stuurt me naar Majorette en ze zegt ze, ja, geen make-up zetten. Ik dacht, vrouw, ik dacht het niet. Ik dacht het niet. En nu met de kleinkinderen, ze zet nagellak. Ze gaan naar Douglas, ze kopen hun rommels. Dan denk ik, ay boy, de tijden zijn veranderd. Ja, de tijden zijn echt. Hoe kijk je naar het spirituele binnen onze cultuur? Boy, ik moet zeggen, weet je Rachel, als je niet in Suriname zit, dan doe je bepaalde dingen niet. Je doet heel veel niet. Reden waarom, je kan hier ook niet alles krijgen. Hmm. Ik zeg maar iets makkelijks, hè. Kijk, Oriari in Suriname. Hmm. Als je een watra maakt, iedereen doet het buiten. Hmm. Op je erf, voor, achter, waar je wil. Maar hier, als ik een watra maak, moet ik in die badkamer. En bij ik heb geen prapie. Nou, hoe dan? Het effect, gwe. Ik vind dat het geen effect heeft in zo'n teltje. Ja. Maar heb je het aan je kinderen overgedragen wat je in Suriname hebt geleerd op het spiritueel gebied? Ja hoor, deze dame zegt zelf tegen me, zet een beetje blauw. Dat kan je nagaan. Oh. Deze dame zegt mezelf, ze willen een beetje wat wassie nog? Een wassie nemen. Als ze een beetje kort zijn, dan denk ik chipotie. Weet je, als je kinderen klein zijn, dan doe je een beetje wassie, want je denkt, ze zijn een beetje ziek. Maar als ze ouder zijn geworden, denk je, nee, maar paracetamolletje. Kom ze maar zeggen, mama, ik moet een wassie nemen. Maar wie kan je vertellen, in jullie jonge generatie in Nederland, heb je contact met anderen die ook in die spirituele sfeer bezig zijn? Ik heb één vriendin in mijn vriendengroep die wel heel veel kennis erover heeft en mij heel veel leert als ik het vraag. Dus daarvan heb ik haar gewoon, daarvan heb ik gewoon heel veel informatie van haar gekregen. Ik vind het niet fijn dat je moeder lacht. Evie, waarom lach je? Omdat wanneer zij met een vriendin heeft gesproken, komt ze me vragen, mama. Weet je dat? Ik zeg bij ze, ik weet het niet. Laat je vrienden de moeder gaan vragen. maar wat denk je zelf ervan, Beyoncé? Want ik vind het fijn dat je het vraagt. Wat denk je ervan als je dit soort informatie krijgt van je vriendin? Wat betekent het voor je? Het maakt me nieuwsgieriger, maar ook dat je zeg maar echt gaat nadenken over de cultuur van... Oh, dat is misschien de reden daarachter. Of ik snap wel waarom mensen dat soort dingen niet doen of juist wel doen. Ja, heb je een voorbeeld van zoiets dat je van haar hebt geleerd? Behalve natuurlijk blauw achter je oren. Trouwens, wij kregen ook... Niet s'avonds struiten. Oké. Uh-huh. En nog een ander. Wil je er nog een? Ja, graag. Wat ik ook doe of wat ik heb geleerd? Wat je van haar hebt geleerd. Ik ben nieuwsgierig naar jullie gesprekken. Wat is het dat zij, of want obviously, krijgt zij het mee van haar eigen gezin, hè? Van haar eigen moeder. Dus ik ben benieuwd naar welke informatie zij kreeg van haar moeder en hoe ze dat weer overdraagt aan jou. Na 12 uur moet je achteruit naar binnen lopen als je buiten bent. Ja. Dus als je naar binnen gaat. Ja. Even kijken hoor. Sweet water op nieuwjaar. Ja. Of wanneer je gewoon niet lekker voelt. Hmm. Ja. En hoe kijk je ernaar? Hoe
kijk je naar deze informatie? Want er zijn sommige mensen die het als bijgeloof ervaren. Hoe kijk jij ernaar? Ik kijk er soms best wel eng naar eigenlijk hoor. Want als ik nieuwsgierig ben, dan ga ik op internet er verder en meer over zoeken. En dan kom je best wel enge plaatjes of best wel enge filmpjes tegen. Dus dan vraag ik het wel gewoon naar mama, maar soms heeft mama ook niet de kennis. Dus dan heb ik soort van geen antwoord op hetgeen waar ik echt naar zoek. Dus dan laat ik het meestal gewoon voor wat het is. Maar ja, ik ben wel gewoon nieuwsgierig soms naar bepaalde dingen. Ja, nou, weet je, het is meer zeg van, sommige dingen die ze mij vragen, weet ik ook niet. Het is me alleen maar geleerd, je mag het niet doen. Dus dan kan ik haar het antwoord ook niet geven. Ja, want haar generatie is anders. Haar generatie neemt niet aan, je mag het niet doen. Nee, ze willen weten waarom. Ja. Maar als je bijvoorbeeld naar diepgaandere informatie kijkt, als je bijvoorbeeld naar zo'n pre gaat, toch? Of als zij nou vragen stelt aan jou, hoe ga je daarmee om? Als je een bepaalde... Als ik naar een feest ga of zo. Ja. Als je een bepaalde klederdracht moet aandoen en dat soort van. Oh nee, dat vertel ik er ook hoor. Zeg van, het is bijvoorbeeld als ik iets moet aantrekken of iets moet doen, dan zeg ik bijvoorbeeld, het is op verzoek van die persoon. Ja. Weet je? En dan zegt ze, oh oké, ze snapt het. En nu is ze zelf zo ver gekomen. Vroeger vond ze die dingen akelig. Ze vond ze afschuwelijk. Mijn outfit, afschuwelijk. Maar ik zou je zeggen, over een paar jaar wil ik een feest geven. En rara wie een koto gaat aantrekken. Nee! Jawel. Ik kan het niet geloven. Jawel, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Dit is een mooie revolution. I like it. Beyoncé, geweldig dat je het doet. Echt waar. Dank u wel. Ze oefent nu al op Surinaamse liedjes. Ze heeft nog niet. Ze danst nooit Surinaams. Beyoncé kan nu een Surinaams liedje voor je zingen. Haar favoriet. Zing voor haar. Ik kan het niet geloven. Weet je, sorry, straks ga je voor me zingen. Maar ik denk aan onze Sweet 16 van Beyoncé. Cijfer. Doen wij en mag geen druppje Surinaams liedje komen? Nee. Maar nu als je er ziet, meisje. Zo nomo. Echt waar. Beyoncé, de hart kan je zingen als je ready bent. Kom op, girl. Ze zoekt dat liedje erbij, dan gaat ze op de achtergrond voor je zingen, meisje. Is haar favoriet. Maar wat doet dat met jou, Evie? Wat doet dat met jou, deze ontwikkeling? Weet je, ik ben trots dat ze nu inziet, zeg maar. Ze is niet alleen Nederlands. Ze is hier geboren, maar ze heeft nog een roots achter zich in Suriname. Weet je, ik ben blij dat ze op onderzoek uitgaat. Dat ze nu echt wat meeneemt. Want vroeger echt Surinaamse liedjes, afschuwelijk. Ja. Klederdracht nog erger. Ja. Maar nu zie ik dat ze een paar dingen toch wel meeneemt. En ja, ze is geïnteresseerd. Ja. Wat is dat lied? Dus het lied komt eraan. Ik moet wel meezingen. Nee, hou op. Put that thing on the spot. Nee, meisje. Okay, dan. Aha! A meisje na pool bigis ma kan bigis. Laat maar waaien. Praat je geen haatjes. Laat maar waaien. Dit is Beyoncé, de favoriet. Favoriet, Rachel. Is ook ons favoriet. Weet je, Beyoncé, ik ben blij dat ik deze ontwikkeling mag meemaken. Eigenlijk heb ik je vanaf kleins af meegemaakt. Weet je nog, dat feestje had ik gedecoreerd. En dat was volgens mij... Ja. Ja, klopt. Ik vind het fantastisch dat ik dit zo meemaak. Omdat het me ook laat zien hoe die generatie vanuit onze roots
uiteindelijk toch hun plek vindt binnen die Europese samenleving, binnen die westerse samenleving. En het is belangrijk, net als wat je moeder zegt, het is heel belangrijk om te weten waar je vandaan komt. Kijk, teruggaan naar Afrika is mooi, maar uiteindelijk hebben onze mensen in Suriname zichzelf compleet anders ontwikkeld dan bijvoorbeeld degene die naar Trinidad zijn gebracht. Of degene die naar Suriname zijn gebracht. Of degene die naar Curaçao zijn gebracht. Daarom gaat een Curaçao's meisje toch een iets anders, een andersoortige culturele achtergrond hebben. Dan je fiancé die uit Suriname komt. Snap je? Dus ouders uit Suriname. En het is mooi om te weten hoe toen die slaven uit Afrika werden gebracht, de tot slaaf gemaakten, dat zeggen we, hoe toen ze uit Afrika werden gebracht, wat er van ze is geworden. Weet je, rondom alle pijn, rondom alle verdriet, rondom alle vernedering dat ze hebben meegemaakt, hebben ze een prachtig stukje cultuur kunnen ontwikkelen en het is waardevol. Dus ik ben blij dat je dat nu beseft, weet je, en dat je ernaar op zoek gaat. Dat is ook het doel van het platform, om ervoor te zorgen dat er één plek is waar je naartoe kan en waar je alles kan lezen. Want net wat ze zegt, soms zoek je en die dingen zijn zo eng. Weet je, soms zijn die dingen te eng teruggegeven, waardoor je bij jezelf denkt, ik wil er niet van weten. Maar als je het vindt vanuit een goed doorzochte, goed op feiten gebaseerde basis, dan kan je er beter mee omgaan en dan kan je het een plek geven. Want dit liep bijvoorbeeld, Mina Bigismatu, het heeft een heel verhaal erachter. Weet je, dus je denkt, je danst erop. Maar het is eigenlijk een lied met een verhaal. Het is een reden waarom deze zangeres het zo heeft neergezet, hè. Dus, kudos, girls. Kudos. I like it. I like it. Nou, ik heb een heel verhaal speech gehouden over dat van het platform. En ik ben blij dat ik het terug kan vertellen, zoals of terug kan relateren naar Beyoncé. Dus nu wil ik van jullie weten, wat betekent het voor jullie als het om het waarborgen van onze cultureel erfgoed gaat? Wat vinden jullie het meest belangrijke daarin? Evie, ik ga eerst met jou beginnen. Wat is voor jou het meest belangrijke als we zeggen we willen ons cultureel erfgoed, onze culturele waarden willen we gaan bewaren en we willen het gaan promoten. Wat betekent het voor jou? Het betekent heel veel voor me. Want als wij het niet gaan waarderen en doorgeven, dan verliest het. Het raakt ergens zoek. En dat moet niet gebeuren. Het moet ergens terug te vinden zijn voor de jeugd, voor ons ook. Maar zo makkelijk mogelijk. Ja. Weet je, ik zeg maar wat. Surinamers gaan nu kleren maken of deze dingen maken in Thailand. Waarom moet het in Thailand? Ja. Waarom moet het zo ver weg? Ja. We hebben alle kennis, we hebben naaimachines, we hebben de patronen in ons hoofd. Laten wij het zelf doen. Laten we elkaar die scholing geven dat het kan. Ja. En dat we het zelf kunnen. Ja. Weet je, ik werd er zo emotioneel even van toen je dat zei. Omdat het me zo bezighoudt, hè? Wanneer mensen zeggen ze gaan hun koto in Thailand maken. Het is voor verkopen van jouw eigen waarde. Verkopen. En dan koop je het. Ja. Dat is hoe ik het ervaar. Ja. Ja, maar zo is het ook. Ja, precies. Ja. En Beyoncé. Zowel... Oh, sorry. Ga vertel, Evie. Nee. Ik was uitgesproken. Nee, dan kort je me voor, sorry. Nee. Beyoncé, wat betekent het voor jou als we zeggen we willen ons cultureel erfgoed bewaren? Welk deel van ons cultuur zou jij meer over willen weten? En hoe belangrijk is het voor jou om het te kunnen waarborgen, beschermen? Er is niet echt een deel. Ik denk dat alles wat cultureel is, zeg maar, erbij hoort. Anders maakt het je niet compleet. Dan, dat hoort allemaal bij je identiteit, denk ik. En als je niet weet wie je bent, zeg maar, je afkomst en niet weet waar je vandaan komt, dan kan je dat ook nooit navertellen en
ook niet met trots vertellen strakjes aan je kinderen of aan wie dan ook. Oh, perfect verwoord. Perfect. Dat is een perfecte boodschap, perfecte afsluiting. Evi, heb je nog wat anders toe te voegen? Heb je een boodschap te geven aan degene die kijken? Heb je iets te zeggen over het project? Want jij bent een van de donateurs geweest. Thank you, girl. Graag gedaan. I got your back. Oh, thank you. Nee, wat ik wil zeggen is, het maakt niet uit waar je als Surinamer woont. Blijf jezelf. Ga je niet anders voordoen. Ook al heb je andere nationaliteit. Blijf Surinaams. En ja, dat wil ik meegeven aan de Surinamers overal ter wereld. Geweldig. Nou, dat was het voor vandaag. Dat was onze serie. We hebben een zeer interessant gesprek gehad. Beyoncé, ik wens je heel veel succes in je carrière. Ik weet dat je het heel ver gaat schoppen. Je hebt het gewoon in je. Je hebt de star qualities in je. Ik ben blij dat je je laat inspireren door anderen die het reeds hebben gemaakt. Want dat is hoe je het doet. Dat is hoe wij het ook hebben geleerd in onze eigen generatie. Altijd opkijken naar de biggie ones. En de biggie ones hoeven niet altijd te zijn degene die veel ouder zijn, maar ook degene die het reeds hebben gemaakt. Dus Evi, nogmaals dank je wel dat je ons deze gelegenheid gunt om een klein te hebben in je gezinsleven en de manier hoe jullie het ervaren om Afro-Surinaams te zijn in Nederland. Thank you so much, guys. And maybe next time. Doei! Doei! Doei!